Is dit je rapdebuut? Nou, nee. Ik heb eigenlijk een behoorlijke carrière achter de rug al. Heb je misschien net even gemist? Die ging even langs me heen. Sorry daarvoor. Ik ben misschien niet een expert. Maar jij bent wel een expert op... Nou ja, kan ik dat zo zeggen? Je hebt in ieder geval plekken bezocht waar kinderarbeid nog aan de hand is. In het kader van Return to Sender, je eigen stichting. Het is met name zo dat ik Return to Sender 10 jaar geleden met een aantal mensen heb opgericht. Omdat ik zoveel misstanden zag. Ja. Ik ben veel gereisd voor BNN. En dan kwam ik op plekken waar echt heel veel armoede was en ellende. En dus ook kinderarbeid. Eigenlijk naar aanleiding daarvan en van wat ik allemaal heb gezien, heb ik gedacht van ja, daar wil ik iets aan doen. Kinderen draaien onderbetaald overuren en worden gedwongen op dezelfde plek te slapen waar ze werken. Hoe kan het nou zo zijn dat bedrijven nog steeds zoiets hebben van we investeren in kinderarbeid? Ja, nou ja, op het moment dat ze gewoon heel veel mensen jammer genoeg maar één ding voor ogen hebben, dat is geld verdienen. Mm-hmm. Voor zichzelf. Westerse bedrijven die willen het liefst voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dus die willen niet veel betalen voor de producten die ze inkopen. En dat betekent dat er allerlei kunst en vliegwerk aan te pas komt om dat te kunnen doen. Mensen. Doen wij dat ook? Zeg maar, is het, door goedkope producten te kiezen in een winkel waar soms geen goed verhaal achter zit, dragen we er geregeld aan bij. Maar het is ook moeilijk. Je weet het soms ook helemaal niet. En het is niet gezegd dat als iets duur is, dat het dan wel op goede manier geproduceerd is. Dus het is ook hele ingewikkelde materie. Als je mij vraagt, mag het nooit zo zijn dat mijn premie daaraan bijdraagt. Dat vind ik. Op het moment dat je als kind moet werken, dan heb je helemaal niet meer de tijd en de vrijheid die je als kind zou moeten hebben. Ten eerste om te kunnen spelen en vrij te kunnen zijn en kind te kunnen zijn. Maar ook om je te ontwikkelen en je te kunnen richten op een toekomst. Op een toekomst, ja. Stiks, kinderarbeid. Dankjewel.